terecht dat jullie je laten zien en laten horen vandaag. Want jullie werk is ontzettend belangrijk. Jullie staan voor onze veiligheid. Jullie staan hier voor de samenleving. En dus verdienen jullie het ook om op tijd te kunnen stoppen met het verantwoordelijke, maar ook vaak zware werk. Want we worden allemaal gemiddeld ouder, maar jullie weten het, niemand is gemiddeld en ons werk is ook niet gemiddeld. En daarom hebben wij in het pensioenakkoord destijds afgesproken dat er een structurele regeling zou komen voor zwaar werk. Een regeling die werkt voor mensen zoals jullie. De tijdelijke regeling is niet voor niks een tijdelijke regeling. En dus hebben wij in de verdere uitwerking van dit akkoord ingezet op drie dingen. En die zijn nu belangrijk. Een permanente regeling die zekerheid biedt voor de huidige, maar ook de toekomstige generaties. Een regeling die werkt voor alle mensen met zwaar werk. En die daarom ook qua hoogte ruimer is dan de tijdelijke regeling die we nu hebben. En een regeling waarbij partijen in de CAO kunnen bepalen wat zwaar werk is en wat niet. En dat dat niet wordt bepaald in ivoren torens achter de bureaus van politici. Het moet dus eerlijker, structureel en ruimer. En daarover hebben wij zeker het hele afgelopen jaar al gepraat met werkgevers. En wij hebben helaas gezien dat werkgevers daar nog niet allemaal in mee willen. Veel werkgevers zien zwaar werk als een individueel probleem. Dat met wat coaching hier en een beetje opleiding daar vanzelf wel zou verdwijnen. Maar praatjes vullen geen gaatjes. Want natuurlijk zijn wij niet tegen wat met mooie woorden dan heet duurzame inzetbaarheid. En vanzelfsprekend moet er een goed en ook op veel plekken beter arbo-beleid zijn. Maar laten we ook eerlijk zijn tegen elkaar. Er zal altijd zwaar werk zijn. Er blijft altijd ook nachtwerk. En ook mentaal belastende omstandigheden zullen helaas ook in de toekomst niet verdwijnen. Helaas, deze werkelijkheid past blijkbaar niet in de spreadsheets van werkgeverskoepels. Vandaar dat we afgelopen december hebben moeten constateren dat we met de werkgeverskoepels van VNO, VNO-NCW en MKB Nederland over dit onderwerp zijn uitonderhandeld. Want het gaat niet over spreadsheets. Het gaat over mensen. Over mensen die te vaak in de laatste paar jaar voor een AOW in de ziektewet komen omdat ze fysiek of mentaal niet meer in staat zijn om verder te werken. En dat is onnodig vernederend. Na een leven lang keihard werken kan en mag dat niet waar zijn, mensen. Anderen halen misschien nog wel met pijn en moeite de eindstreep, maar zijn vervolgens vanaf hun AOW volledig uitgeblust. En daar heb je dan je hele leven keihard voor krom gelegen. Dat kan en dat moet echt anders. Gelukkig zijn er ook werkgevers die wel thuisgeven, die hard hebben voor hun medewerkers en die iedereen gunnen om eerlijk en tijdig te stoppen met zwaar werk. En met de werkgevers die nog een duwtje nodig hebben, gaan wij die strijd wel aan. Daar zijn we vakbond voor. Met dat varkentje hebben we vaker gewassen. Daar weten we wel raad mee. Maar we hebben ook de politiek nodig. Daar moet het fiscale kader worden afgesproken waarbinnen wij in de CAO goede afspraken kunnen maken over eerlijk stoppen met zwaar werken. En helaas, ook de politiek geeft nog steeds niet thuis. Terwijl de regeling toch echt nu gemaakt moet worden. De demissionaire minister kan kleur bekennen en een voorzet geven voor een nieuw kabinet. De onderhandelende partijen kunnen dit nu afspreken bij de formatiebesprekingen. En de Tweede Kamer, die niet demissionair is, die kan dit nu vandaag in de Tweede Kamer afspreken als ze dat wil. De politiek moet vandaag haar verantwoordelijkheid nemen. Zwaar werk vindt bij deze politiek nog steeds geen eerlijke structurele oplossing, maar een dichte deur. En dus roep ik de politiek op,
Ik roep demissionair minister Schouten en alle partijen, coalitie en oppositie, op om nu kleur te bekennen en zich uit te spreken voor een structurele en meer ruime regeling voor eerder stoppen met zwaar werk. En dus ben ik ontzettend trots op jullie, dat jullie hier staan omdat jullie het er niet bij laten zitten. Dat jullie hier nu met duizenden staan om deze oproep, deze eis, vandaag ook kracht bij te zetten. En jullie staan gelukkig vandaag ook niet alleen. Want in het hele land zijn mensen aan het opstaan om op te komen voor eerder stoppen met zwaar werk. Als brede FNV staan we dan ook als een huis achter jullie. Want ik sta niet alleen hier op het podium. Hè? Ik sta hier met de mensen om me heen om steun aan jullie te betuigen. Ook zij vervullen zware beroepen. Ik ben daarom ook ontzettend blij dat ze vandaag zijn meegekomen. Collega's van Defensie, Defensiepersoneel, de spoorwegen, het stadsvervoer, de ANWB, de wegenwacht en de ambulance. NDI! Want samen, schouder aan schouder, met solidariteit, komen we er. Uiteindelijk zullen we samen aan het langste eind trekken. En zoals deze mensen hier nu voor jullie staan, hoop ik dat jullie ook hun oproep straks zullen steunen als zij in actie moeten komen in hun CAO om goede afspraken te maken over eerder stoppen met werken. En die acties die beginnen op steeds meer plekken in steeds meer sectoren op te borrelen. Steeds meer mensen zien dat het niet eerlijk is op deze manier. Dat het tijd is om op te staan. In het bedrijfsleven, in de metaal, in de distributiecentra, de schoonmaak, de industrie, worden nu acties voorbereid en ook gevoerd. Vandaag, op dit moment, wordt er ook actie gevoerd in de bouw, in Loppersum. En ik weet niet of ze ons daar helemaal kunnen horen als we hier geluid maken, maar laten we ze een daverend applaus geven, want wij staan ook achter deze collega's in de bouw. Dank jullie wel. Dus wij staan hier, de hele FNV, vandaag zij aan zij voor een eerlijke, permanente en ruimere regeling voor zwaar werk. En het volgende moment dat wij weer in actie zullen komen voor zwaar werk is op de Dag van de Arbeid. Want ook dan op 1 mei, als we met elkaar de Dag van de Arbeid vieren, staan wij ook weer in Amsterdam voor zwaar werk. Ook daar komen we op voor een eerlijkere, structurele en ruimere regeling. Dus, ik hoop jullie ook allemaal daar te zien. En nog één keer voor de politici. Het is 11:55. 11:55. Wij laten ons niet langer van het kastje naar de muur sturen. Er moet nu geluisterd worden. Er moet nu bewogen worden. Beste mensen, ik ben ontzettend trots op jullie. Zet hem op. Hou vol. We gaan samen door tot we gewonnen hebben. Ja.